beeldjes gemaakt. En willen we proberen om iemand die krenten bijvoegt in de pap van de Schriemenstadse carnaval bij dat illustere gezelschapje, want dat begint dus zo zacht zoetjes al te horen, toe te voegen. Iemand die geschiedenis schrijft, zo gezegd. Zo gezegd, zo geworden. De Bourrier kwam Walter tegen en Walter kwam Bourrier tegen. Bijna al die. En de ene zei tegen de andere van, ik moet jou nog hebben. Ja, ik moet jou ook nog hebben. Nee, ik eerst. Want we gaan die repetitie met volharding weer doen. Maar zouden jullie daar niet wat bij willen zingen? En tradities zijn er dan om te planten. Zo kwamen die mannetjes elkaar tegen, dus hebben wij gemeerd gehad, gerust geworden. Wij een paar nachten nog over geslapen. Over vergaderd nou, valt. Ook. De traditie is gezet, dat zien we hier wel. Hebben wij besloten gehad, met z'n drieën, om meneer Walter toe te voegen bij het Duvels collectief. Komt er wel bij, want nou zit je ook in het complot. Dat beeldje, het eerste Duvel, gebaseerd op het boekje van Wannen van Overvraag, de Duvel, de lijkwagen, 1959, allemaal alle legendes van Strienestad. En dan moeten ook nieuwe legendes komen, hè? He? En er moeten ook nieuwe legendes komen. En er moeten nieuwe legendes gezet worden. En Walter is aardig zijn best aan het doen. En die Roland bedankt. Mag voorzichtig open. En dan voegen we jou Gerrit toe aan het collectief. En dan mag je volgend jaar mee beslissen wie er dan weer krijgt. Wie we dan weer toe gaan voegen, want er moet er weer eentje bij volgend jaar. Hoi! Ah, pak hem thuis maar uit, Anders. Pak maar uit. Ja, dat willen we natuurlijk wel even zien, hè. De Duvel 2010. Walter Siel. Een beeldje van een beeldje. Walter Siel. Het lijkt maar niet te houden. Een zonde goede en een lijkt maar niet te houden. Een zonde goede en een lijkt maar niet te houden. Een zonde goede en een lijkt maar niet te houden. Eén ding Walter, je moet er elk jaar mee zelf een heel klein boerenkoolkransje omleggen. Dat is de enige. Nou, welkom bij het collectief. Nogal Wieners. Ja, het wordt tijd om er een echt carnavalsconcert van te maken. Mee het carnavalslied van dit jaar. We hebben vandaag nog gezien, zulke kinders, die hebben die muziek niet nodig, die hebben geen seintje nodig, die zingen daar van eigens. En dat komt niet in het minst omdat onze eigen naar Wieners dat ik ingezongen heb op de cd. En dat gaat hij nou helemaal live doen, mee verhouding. Die boeren en winnen, geef hem een geweldig applaus. Naar wie is Raffo Goud? Ja, kan die? Mooi.